Heel leuk. Ja, we worden hier goed ontvangen, eerst en vooral. En dat is ook heel fijn dat ze interesse tonen om handtekeningen van ons te vragen en foto's en vragen te stellen. Ja, ik denk dat het al heel leuk is. Ja, ik zelf besef dan nu niet dat dat voor hun misschien een meerwaarde is, maar ik weet als klein meisje vroeger dat ik het ook heel chic vond om Lenia Onzia bijvoorbeeld te ontvangen, die bij Arsenal speelt. En dan weet ik ook dat ik daar enorm naar opkeek, dus ik denk dat het wel leuk is voor hen. Ik denk ook na ons EK, sinds het vrouwenvoetbal meer in de media is gekomen, denk ik dat meer en meer meisjes ook dromen van ook op zo'n EK te staan en daarom ook beginnen met voetballen. En in België, het maakt het gewoon toegankelijker om ook te beginnen voetballen als meisje en het is niet meer echt de jongensport. Dus dat is heel fijn. Ja, ik denk dat het EK heeft al heel veel gedaan om het vrouwenvoetbal te doen groeien. En ik denk dat het belangrijk is dat wij nu ons best moeten doen om eigenlijk de toekomst van de jeugd, ik ben zelf nog jong natuurlijk, maar om de toekomst van de jeugd ook zo hoog mogelijk in de media te krijgen en veel aandacht te krijgen. Ja, ik vond het een leuke verrassing, want onze trainer had gezegd dat er 4 uit vreemd zien komen en dan stond hier plots met 6. En het is altijd wel leuk om een soort van idolen er toch wel tegen te komen op mijn eigen speelveld. Als zij zijn gekomen voel ik mij zo gemotiveerd om er nog extra voor te gaan, dus dat is echt